2018 komt steeds dichterbij. De voorbereidingen van het grote volksfeest zijn dan ook in volle gang. Het is logisch dat bij zo'n groot cultureel project ook veel kunstenaars betrokken zijn. Maar niet iedere kunstenaar is vol lof over de uitvoering van LWD 2018. De kunstenaars van ateliergroep Nylons Diek in Leeuwarden zijn verdeeld. Een groot gedeelte is kritisch. Weer anderen willen er met alle plezier een feestje van maken. Maar zien de critici dit wel zitten? Verslaggever Ronnie Porter probeerde voor Veenster op Friesland de verbinding te leggen tussen beide partijen. Hin op Facebook bij de ateliergroep Nylons Diek. Het oudskwalgebouw is het nest van verschillende nuvere vogels. Wat gebeurt er achter de vensters en achter al die dwarren in de lange gongen? Het is een brietplak voor creatieve vrijdenkers en opmerkelijke figuren. Ik wil graag weten wat deze mensen binnen en wat culturele haatsteert van ze budget. Niet zoveel. Het leeft bij jou net? Nee, helemaal niet eigenlijk. En waar loopt dat dan? Dat ligt aan de kunstenaar zelf en ook aan mijzelf, maar dat kan ook aan de gemeente liggen. Er is heel erg weinig contact van de gemeente naar ons toe, maar er is ook heel weinig contact van ons, denk ik, naar de gemeente toe. Het is een leuk feestje voor de elite. Ja, het is wel gek dat ze overal uit de hele wereld al even die kunstpipo's halen, weet je zo. Ja, zo'n fonteintje, wij kennen ook wel een fontein ontwerpen. Kom op, man. Deze kritische blik jet bij de autonomie van deze kunstenaars. Ja. Minne Hoekstra, bewenner van het eerste oren, maakt het onder oren schilderwerk en kunstobjecten. En daar willen best wat over vertellen. Dan ken ik Batman al mijn hele leven. Dus van 4 weer oud. Dus ik ben de laatste achterkant dat Batman 80 is geworden. Dus die moest een goede driewieler hebben, dacht ik. Dat ontwerp ik voor die man. Maar heel volle gimmicks. In die kabels verknippen, Batman. Pinapparaat, ik is pinnen bij Batman. Het is allemaal spel gewoon wat ik bij elkaar pruts en fien en dan ik had een orde toepassing aan. Minnen ben het al 8 jaar in dit potentiële slooppand. Is hier wel belutsendheid bij culturele haatstijd? Oh, tot nu toe nog niks. Ja, ik heb wel plannen in dienen en zo, weet je wel. Ik heb wel vrienden die hebben bepaalde plannen in dienen en dat er wel trok kan. Maar ik denk, ja, ze moeten gewoon precies even ons om benaderen, wist je? Issy Borges is beeldend kunstenaar. Ik tref haar als ze lesjouwt aan aspirantskilders, jong en oud. Ze vindt jou het net een culturele haatstijd van kunstenaars? Nee, niet echt. Ik kan me steden bedenken die interessanter zijn. Ja. Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, noem het. En ik denk dat dat veel meer leeft. Dat er ook veel meer kunstenaars zijn en ook die meer disciplines beheersen als hier in Friesland. Elmar Kuper schildert, jonkt, acteert en hij is dichter. De organisatie vroeg hem onder oren voor het interdisciplinair cultureel haatstijdproject Loon van Taal. Ik ben nog vrij hoor, cultureel haatstijdproject vroeg, maar de hek nation zijn, want de wie geen geld. Door de financiering weer net rond. Hè? Dus wie net duidelijk nog. Dus dan zeg ik nee. Wat Elmar Bot mist is de bezieling. Bijvoorbeeld dat bidboek, dat is wel toch een hele enthousiaste creatieve mensen maken. Ja. Dat zit goed in elkaar. En als je hoe gewoon mensen geserveerd worden daar, of in één keer net met mij door, of er komen wat oren, popjes van in de plak. Ja, dat is volstrekt inwisselbaar en dat zei ik wel wat over de cultuur vind ik hier. Gewoon heel zakelijk en ja, en dat is denk ik de D in de pot, want je moet mensen hebben mijn visie en mijn passie, weet je wel. Passie is het toverwoord, wat mij betreft. Ja. Nou, dat... Zust er net niet meer om? Nee, vierst er meer, ja. Dien skip? Yep, mijn skip. Het is misschien ook wat de menselijke aard, hè? Mens is een opportunist en wil ik graag van dubbeltje op eerste rang. En ja, het zijn culturele evenementen met een heel soort bij opgehangen, maar ik zit me zo. Het is dus een feest voor de elite. En de meerskip die heeft er net zo vol om mij te krijgen. Ik al is dat het thema? Ja, ja goed, dat is het verkeer wat denk ik behoort. Zien skip, die skip, mijn skip. Uiteindelijk is het gewoon een bak de lucht. Nou, gewoon bak de lucht.
kunstenaarskritiek is eigenlijk ludiek. Dat was het dagje. De kringen pikken in het leek van de kunst. Ah! En roepen het leek. Wat was het dagje? Ik vernem eigenlijk wel positieve vibes in de oude klaslokaal. Voor mijn theaterwerk doe ik heel veel voor culturele hoofdstad. Eigenlijk doe ik gewoon heel veel voor culturele hoofdstad. Ik denk dat het sowieso goed is dat er wat gebeurt. Zeker dit, want het is een heel belangrijk evenement volgens mij. Andries Postumus is optimistischer als zijn ateliergenoot Izzy nog een gevolg schetst van het ongunstige klimaat hier. Echte goede kunstenaars die gaan ook allemaal weg. Gaan voor zichzelf wat beginnen of ze gaan naar andere steden. Logisch, toch? Dus het is echt maar een eerste opstapje hier in Leeuwarden. Als het dan een opstap is, want Leeuwarden is natuurlijk niet zo'n booming city. Maar ja, dat zou je toch verwachten dat dat nooit takken meer oors werd? Dream on. Maar oppakker Andries had wel een idee om die creatieve brain drain van Friesland in 2018 om te keren. Ik heb nog oud-studenten die het prikkelt overal in Nederland en verder van die mooie plakken zitten op dit moment. En daar wil ik mooie dingen mee uitfretten hier in Leeuwarden. Er zit een hele mooie meisje bij in Utrecht, een prachtige schilderes, Josep Bankma. Barbet van der Plas, dat is een van de assistenten van onze fotografen in Amsterdam, van een mooie stillevenskist. Nee. Oké. Okay. dan sjocht het wel inderdaad. Barbet van der Plas, die jongens een ronner. Zowel in Grezen als in Rotterdam, hele mooie plakken. Eigen bedrogen met al je leuke meesten omheen. En ze zitten dan heel stil omheen en die willen wel weer omkomen. Dus ik verzin iets dat we mijn alcohol daar iets dwangen op bepaalde plekken. Boeten het circuit. Daar hou ik al van. Zo'n broeinest, dat is dit eigenlijk ik toen wij dat opzetten. Dus dat is de officiële tak, maar dan zit ik er alweer onder. Dan begint dingen te wat rotten en er gebeurt wel iets. Dat ik verwachtte, ik net ons verwachtte. Ja. Maar ik vernim het nog net zo. Ja, ik klet die boos met je. Ja, wees. Ben bereid. Nou zo, net op een kont zitten blijven. Als je gewoon met je armen over elkaar gaat zitten mokken, gebeurt er nooit wat. Nergens niet. Dus denk ik, ja, ik bedoel, ik zit niet te wachten of zo tot ze me komen vragen. Ik doe het gewoon. Dus ja, want er is volgens mij gewoon vet veel mogelijk. Caro Kroon maakt theater, mode en decors. Ze vindt culturele haatstijd geen elitefeest. Nee, vind ik niet. Maar ik doe toch wel wat ik wil, zie je? Als het er niet is, dan ga ik niet denken van, nou verdomme, ik hoor er niet bij in een elite. Zij gie in op de vraag naar theatermakers. Nou betinkt ze al hier Mierskipsprojecten. Zag je ze met de Knit Your Paradise pop-up caravan Bruidjend de Wraad oor. We komen dan in een dorp of in een wijk en dan klappen we de boel open en dan is het een soort kleurenexplosie. En dan zetten we een hele grote tafel neer en dan hebben we gezellig cupcakes gebakken en thee. En dan gaan we gewoon met z'n allen aan tafel zitten en dan komt iedereen erbij en dan krijg je echt de mooiste verhalen en ontmoetingen tussen mensen. En dat werkt gewoon als een trein. Dat is echt superleuk. En ik doe dat eigenlijk ook gewoon over de hele wereld. Ja, dat is een soort gouden greep, het breien. Wat heel tof is in Friesland, is dat die theatercultuur wel heel erg leeft. Zeker in de dorpen. Ze willen dat graag activeren en groot maken. En daar zijn daar ook trots op. Weet je, ook vanuit de culturele hoofdstad, wat ik ook echt terecht vind. Want ik kom zelf uit Rotterdam en daar is dat totaal niet, weet je wel, dat community gevoel en hoe dat is in dorpen. Caro had nog volle meer projecten en plannen. Het zou nou wel heel min uitkomen als haar atelier kwietratje zou. Want de hierders hier binnen net wist van haar een bijzondere plak. Het is echt een waanzinnig mooi gebouw, wat waarschijnlijk gaat worden afgebroken, wat vet jammer is. Afgebroken? Ja, nou ja, afgebroken of er komen appartementen of in ieder geval mogen we hier niet permanent blijven zitten, wat heel jammer is. En ik zou het echt verschrikkelijk vinden als het wegging. Ik verneem dat het gebouw ook een Mierskipcentrum is, dat meest nu de week werken of ontspannen. Wij moeten de week bewenders maar in uitkering oors participeren. Wat betekent deze ruimte voor u? Nou, ontspanning. Daarnaast, als er wat te doen is, dan help ik. Ik repareer computers hier, dus het is voor mij wel lekker gezellig. Ontspannen en heb ik wat te doen, even wat om handen. Want ik ben invalide. Maar wat ik kan, dat doe ik. En dat kan hier naar uw vermogen, zou ik zeggen? Ja, naar mijn vermogen. En ik wil maar doorgaan.
gemeente wil graag natuurlijk dat mensen participeren hedendaags. Ja, bij ons is de mogelijkheid om te participeren. En ja, eigen initiatief. Ja, je moet dat zelf allemaal doen. Het is regelvrij. Je moet zelf bepalen waar je goed in bent. Jouw eigen talent, ja, als je die in kan zetten en daarmee iemand anders kan helpen uit de buurt. Ja, super. Het is niks leuker om iets te doen wat je zelf leuk vindt. Ik vind het zelf heel leuk om fietsen te maken. Dus voor mij het is geen verplichting ook om dit werk te doen eigenlijk. Je bent zelf ook participerend? Ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. En zo helpen ze de circulaire economie in Ljouwert vooruit. Kleding hebben we. Komt binnen. Het wordt gewassen, gestreken, waar nodig gerepareerd. Ook weer door de mensen vanuit de participatie en de wijkbewoners. We knappen wat oude televisies, koelkasten, wasmachines. Ja, alles wat voorhanden is, we knappen het weer op. En het gaat tegen zeer lage bedragen weer terug de wijk in. En niet alleen de wijk, we zijn inmiddels spreiden we uit over heel Leeuwarden. Het gaat redelijk goed, ja. Meestal de maanden in januari, februari is sowieso altijd wat minder. Maar we merken nu dat het weer wat begint aan te trekken. Is het wat? Ik ben hier gewoon omdat ik het heel erg leuk vind en ik heb me gewoon aangemeld hier zo van nou kan ik wat doen, kan ik wat betekenen. En waarom is dat zo leuk? Ja, met mensen kletsen, mensen adviseren, mensen helpen, dat vind ik gewoon heel leuk. En de andere kant, twee kanten op. Ik heb het ook niet breed, dus ik heb sociale dienst, dus je bent blij als je eens een keer wat kan kopen. En de gemeente helpt daar niet bepaald de mensen die sociale diensten hebben en ziek zijn. Want die zijn worden 3-4 dubbel gepakt. Ook Mieske. Goh. Waarom past dat zo goed bij de ateliergroep eigenlijk? Het creatieve natuurlijk ook een beetje erbij. Hè? Ja, wat ik al zeg, mensen hun talenten, ja, dat kan van alles wezen natuurlijk. En ja, eigenlijk is ook met de kunstenaars, ja, dat is ook mensen hun talent, hun creativiteit. En we proberen het ook een beetje te combineren. Je ziet het met fietsen, we gebruiken diverse kleuren. Het zijn hele oude fietsen, maar wanneer ze uiteindelijk klaar zijn met de kleuren en nou ja, we hebben wat kunstenaars die wat trucjes toepassen met kleuren, wordt het weer een hele moderne fiets. En dat is ook een stuk, ja, wij hebben er altijd voor gestreden, de circulaire economie. Oude rommel maken we weer als nieuw. En wij doen dat letterlijk en figuurlijk. Het gebouw had zijn squalfunctie ook weer waarom. Net al in de Easy-out-les. En Caro en Andries haar leerlingen. En meubelmaker Mol is een erkend leerbedrijf van Friese Poort en het Friesland College. De leerlingen die pikken het van mij op wat ze leren moeten. Die komen met zo'n lijstje, dat en dat en dat moeten we allemaal kunnen. Nou, dat doen we. Ze doen hier eigenlijk alles wat op hun schoollijstje staat. Van elektra, gas, water, sanitair, telefoon, intercom, noem maar op. Dat is gewoon onderhoud en aanleg. En voor de rest is het meubelmakerij, interieurbouw, wat mensen maar willen. Dus het is geen fabriekswerk hier. Maar ik vind het wel belangrijk, de overdracht van kennis naar de jonge generatie, dat moet toch eigenlijk wel doorgaan. En als dit hier dicht gaat, ja, waar moeten ze dan heen? Er zijn te weinig plekken. En als het nou ophoudt te bestaan, wat dan? Dat zou niet fijn zijn. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die toch inmiddels al een beetje op ons rekenen. Ja, de wijkbewoners en ik mag er ook zo langzamerhand al zeggen, de hulpinstanties die er zijn, die toch wel bepaalde dingen met ons samen doen. En de hier is krijg weer omheen, jong. Ja, 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 zeker. Het zal nooit eens naar onderen gaan. De kunstenaars binnen autonoom. En gewoon wil het helemaal net hoe culturele haastheid ha, maar gewoon werk tonen. De zelfredzaamheid is groter als het verlet van Stiepen. We hoeven eigenlijk geen steun. We lossen het met elkaar op. En komen wij er niet uit, dan is er vast wel weer iemand anders die ons ergens mee adviseert. Dus ja, steun, ja. Het is niet echt nodig. Maar laten we eerlijk wezen, wat we nu doen is feitelijk ook wat er 30, 40 jaar geleden gewoon gebeurde. Toen hielp je je buurvrouw en je buurman. En ja, dus eigenlijk weten we wel wat we moeten doen. En dan kunnen we wel zeggen van ja, we willen gesponsord worden of gesubsidieerd worden. Tot nu toe is het niet nodig. We kunnen onszelf heel goed bedruipen hier. Ja, het is natuurlijk mooi dat de gemeente wat mij denkt en dat al die instanties wat mij denken. Maar daar komt het net vanuit. In mijn beleving, een paar mensen hier bij elkaar die de schouders eronder zetten. En het wordt nee bestiet net. En dat vind ik mooi.
Dat is best wel positief hoor. Ik wilde positief worden. Ja, want het is zo makkelijk om een stap weer om te zetten van het wordt niet, het zal nooit wat worden. Misschien kan het enthousiasme van de optimisten oorslaan naar de sceptici. Wat doet jou dan mooi, culturele aanzet, wat doet helemaal niks. Helemaal niks? Nee, niet echt. Nee, ik bouw een nieuw pand. Waar ik straks met mijn studenten naartoe ga. Ik heb hier natuurlijk al heel wat mensen in de leer. En die gaan daar werken. En mensen kunnen daar, als ze willen, logeren in 2018. Aha. Dus een beetje cultuur snuiven, ateliers snuiven. Hoe is dat nou? De lessen bijwonen. Ja, is toch leuk? Bed and breakfast in het atelier. Het begin is er. Misschien kan Caro nog wat meer inspireren met haar enthousiasme voor haar nieuwe plan. Ons project heet Matahari was hier. Zeg maar in het voortraject heet het Looking for Matahari. En gaan we op zoek naar het nieuwe Leeuwarder icoon. Dus ik wil mensen gewoon uitdagen om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Weet je? Want er zit gewoon overal zit zoveel kracht en zoveel goede dingen. Talenten, weet je. En heel vaak zijn mensen zich daar helemaal niet van bewust. Dus ik heb zoiets van, nou, kom maar op. Het klinkt al hier net zo negatief. Het vorige week nog mij de nieuwe stadskunstenares, Jamila Faber, en die had per hele leuke ideeën. Wol down to earth, wol met de mensen hier op straat dingen doen en dat is hartstikke goed denk ik. En de grote projecten die zul ik wel trok in, hè? Daar zit ik net al in. Ze hebben nu gewoon geld, input en ze zijn goed aan het nadenken van wat zijn onze krachten. En ik denk dat ze daar ook wel goed mee bezig zijn, weet je wel. Maar ja, je moet er gewoon zelf ook wat voor doen. Ja, ik kom binnenkort nog wel met een fontein. Ja, een mobiele fontein. Dus die organische. Daar hebben we al halve van, hè? Dat wist. Ja, nee, maar ik fotografeer hem naast al die fonteinen die er komen. En zak om 2018 hield hij dichterbij.